Vanavond zijn we hier bij Grand Café Centraal in Haaksbergen op de Markt. Heel gezellig druk, of zie ik dat niet? Heel gezellig druk, ja. Het is altijd hier. We zijn hier één keer in de zoveel maand. Er zijn altijd heel veel mensen. Er zijn gemiddeld tussen de 60 en 90 man, altijd. En zie je dan ook nog nieuwe gezichten? Altijd nieuwe mensen, ja. Er komen heel veel nieuwe mensen vanavond ook. Echt heel veel nieuwe mensen. Ja, en dan vraag ik of ze zenuwachtig zijn en of ze... ik vraag meestal of ze eerder zijn geweest. En dan, als ze er niet eerder zijn geweest, dan leggen we het even uit wat de bedoeling is. Maar wat ze kunnen doen. Dat ze achterin koffie kunnen halen. Gewoon ergens bij aansluiten. Dat vindt iedereen normaal en dat gebeurt ook. En iedereen gaat ook gewoon bij elkaar aansluiten. Lekker relaxed. Vanavond bij een vrijgezellenavond, zou ik bijna zeggen, in Haaksbergen. Wat is jouw idee om hier te komen? De gezelligheid. Ik vind het hartstikke leuk om mensen te leren kennen en te ontmoeten. Ik vind het super gezellig. Had je dat al eens eerder gedaan? Ja, ik kom wel eens vaker hier. Ik heb ook heel veel mensen leren kennen. En vooral omdat je alleen bent, dan je hebt wel een idee om ergens heen te gaan. Het is leuk om uit te gaan en mensen te ontmoeten die eigenlijk ook alleen zijn. Ja. Ja. Heb je ergens stiekem een wens om de ware tegen te komen? Kan altijd, maar ik kom niet hier voor dat ik een ware tegenkom. Ja, dat kan. Maar ook vrienden te leren kennen en te ontmoeten. Ja, het is geen datingavond, want dan komt iedereen hier binnen alsof het een speeddate is. Die organiseren wij ook. Maar dit is gewoon echt uitgaan voor singles. Gewoon, het is ook echt een besloten avond, er is ook verder niemand anders. En het is de bedoeling dat ze gewoon, gewoon echt uitgaan. En de meesten komen ook alleen naar binnen, dat heb je misschien wel gezien. Mensen staan gewoon allemaal in de rij en één keer geweest, dan durven ze ook gewoon de tweede keer weer terug te komen. En dan, elke keer komen er dus nieuwe en die stellen we even gerust of die stel ik even voor aan iemand. Maar ja, één keer geweest, ja, dan blijft het ook gewoon terugkomen. Want dan denken ze, ja, ik durf ook wel alleen te komen, dat is ook niet zo eng. En dan... dan gaat het allemaal vanzelf. Want ja, als je op de achtergrond kunt zien, iedereen praat met elkaar. Nou ja, dat is allemaal heel ontspannen. Maar dat is denk ik wel een beetje voor de tukkers, voor de mensen uit Oost-Nederland. Iedereen sluit aan bij elkaar. Niemand kijkt naar elkaar. Ja, iedereen betrekt elkaar er ook bij. En dat is ook heel erg leuk. Want als je denkt dat die allemaal Brad Pitt, zeg ik altijd, en George Clooney komen. Ja, die lopen echt niet los. En die lopen ook niet in Haaksbergen los. Ook niet in Almelo. Ik ben 48 jaar en ik kom hier vanavond voor het eerst. Ik had hier onlangs van gehoord, omdat ik van dansen hou. Ik ben alleenstaand. Ik denk, ik ga lekker dansen. Ik hou van stijl dansen. Jive, Roomba, noem maar op. En nou is hier geen dansvloer? En nou is hier wel een klein dansvloertje, maar daar danst nog niemand op. En ik heb zo het idee dat hier vanavond niet gedanst wordt. Maar goed, we zien wel. Ze komen overal vandaan, echt overal. Ik heb echt mensen nu al, ik hoorde Denenkamp, Doetinchem, Ruurlo, Lichtenvoorde hoorde ik net, Borne, Almelo, Wierden, Nijverdal. Ik heb al heel veel plaatsen daar gegooid. Overal komen ze vandaan. Samen is veel gezelliger, ja. En je kunt een keer afspreken en een keer een leuk gezellig een borreltje doen. En ergens heen gaan. Ik heb heel veel vrienden hier leren kennen, ja. Ja, gesprekken heb ik altijd heel gauw. Ik leg heel makkelijk contact. Maar ik hou van dansen, van bewegen. En je ziet ook in de maatschappij dat er steeds meer mensen behoefte hebben aan dansen. En vandaar dat ook steeds meer gelegenheid wordt geboden om te gaan dansen. Maar ik ga bijna elke week wel dansen. Dan hier, dan daar. Heel Twente reis ik rond. Ik vind het leuk. Maar hier was ik nog nooit geweest. We zouden me vanavond benieuwen hoe dat gaat hier. Het is in elk geval een groot succes. Vanavond is het niet een datingavond, maar een gezellige avond. En als ik zo luister, dan heeft iedereen gesprekstof genoeg. Ja, ik wil het zeggen, ik kan je bijna niet verstaan. Zoveel lawaai is achter mij, ja. Nee, het is echt super ontspannen altijd. Maar dat zijn wij, hè, toch in Oost-Nederland.